President Chandrika Prasad Santokhi heeft de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder de ondernemerswereld, opgeroepen om te werken aan verhoging van levensstandaarden. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van olie-exploraties van blok 58 voor de Surinaamse kust. De president deelt in een informatiefilm zijn toekomstperspectieven op de twee nieuwe voorraden die ook door Total Energies bevestigd bijna 700 miljoen vaten aan gecombineerde oliereserves bevatten. Wij kunnen als land datgene wat nu officieel wordt en datgene wat vanaf FID gecommercialiseerd kan worden, ook kapitaliseren. We kunnen het kapitaliseren op front door goede zaken te gaan doen op de kapitaalmarkt. Maar tegelijkertijd kunnen we nu al voorbereidingen treffen met onze lokale bedrijven. De local content in de bankensector, in de assurantiesector, in de private sector, in hotelwezen, in restaurantswezen, in logistiek, in transport. Wij gaan starten namelijk met meer dan 120.000 barrels per dag. De schatting is namelijk 200.000 barrel productie op dagbasis in Suriname. Dat is meer dan Guyana. En de staat zal 6,25% aan royalty ontvangen. Santokhi benadrukt dat ondernemingen, zakenlieden en andere belanghebbenden in alle sectoren hun capaciteiten moeten opkrikken om te kunnen concurreren. Nu de olieproductie in 2028 een feit zal zijn. Iedereen die wat doet, maak je bedrijf klaar. Zoek partnerschap, breng je bedrijf naar het niveau dat het kan concurreren met internationale bedrijven. Maar tegelijkertijd alle andere personen die nog geen bedrijf hebben. Begin je bedrijf op te zetten. Dit is een billion dollar business waar Suriname jaren op gewacht heeft. En ik had al eerder gezegd, er is licht in de tunnel. Het licht wordt elke dag groter en groter. Vanaf vandaag is er een ander gameball. En dat is namelijk, ja, waar Surinamers het moeilijk hebben en hoop dreigen te verliezen. Hier is hoop, hier is geloof. Maar daartegenover, om al deze inkomsten goed te kunnen monitoren, om al deze inkomsten goed te kunnen verduurzamen, heb je een serieuze regering nodig. Heb je een betrouwbare. De samenleving moet zich volgens de president ervan bewust zijn dat op weg naar 2028 en bij de komende verkiezingen gekozen moet worden voor leiders die het menen met het volk.